Voor een goed opgekomen publiek in het André Kamperveen Stadion werd op maandag 14 oktober 2019 de voetbalwedstrijd tussen Suriname en Sint Vincent en de Grenadines gespeeld. Helaas moest Nacho het onderspit delven. Na de wedstrijd zaten beide coaches aan tafel om de pers toe te spreken. No, it wasn't a gamble. After the result in Sint Vincent, we wanted 3 points at home. We didn't get it. So we know we have to take 3 points here. To take 3 points at home, we have to go at the opposition from early. Because if you build tempo with your home field, your home crowd, we'll be in trouble. So we said our objective is keep clean sheet, and we know we will score one. On top of that, we know you had to travel twice, because we did that. We went to Nicaragua, then back to St. Vincent, and we were feeling very tired. So we knew for sure there would be some fatigue in your players. So that's why we went at them. Well, I don't really know the Suriname team that much, except from what I've seen in the Nation League. You always score 2 goals or more. So, and it's top of the table clash coming here. We know it's not going to be easy. We said that. We just wanted to make sure we push them. We push them. And we say we know if we keep clean sheet first half, 10 minutes, second half, they will break. Because we know physically they won't maintain it. To our victory, the key to our victory is our team is very loving together. You can see it, the substitutes, the staff, everybody. We are like one family. It's a young team, learning. I'm only 9 months in the job. So they are trusting what we are doing, new things. So last couple of years, if you have been following St. Vincent football, it was like this. Now we are just a little bit moving. We still have lots of work to do, but it's all this hard. To go to Gold Cup, to get 3 points and qualify for Gold Cup. That is all we think about right now. So we now right now we're taking every game one step at a time. We know it was coming to Suriname was a difficult task for us, but the guys was ready for it, and then we come and get the result we wanted. So it's a good day for us. Dat is altijd de vraag. Je kan wel duidelijk zien dat die jongens niet in hun doen waren, vooral als je ziet het veld op een spel op het middenveld. Al mijn middenvelders waren slordig. Niet alleen middenveld hoor, het was overal slordig in de passing. En dan kan je misschien wel te raden gaan. Misschien dat het te maken heeft met druk. Hè? Ze spelen voor een vol stadion. De druk wordt steeds groter. Mensen, de verwachting is steeds meer, steeds groter. We zijn relaxed de voorbereiding ingegaan. Zoveel mogelijk gewerkt aan rust bewaren, de juiste dingen doen, gewoon de dingen waar we goed in zijn doen. En dan zie je toch wanneer de wedstrijd begint, dat de simpele paas niet aankomt. En als de simpele paas niet aankomt, dan maak je het moeilijk voor jezelf. Maar ondanks dat de simpele paas niet aankomt, heb je toch nog zoveel kansen gecreëerd. En die er dan niet ingaan. Als je een beetje geluk hebt, gaat er nog wel 1 of 2 van die goals in. En dan wordt het een andere wedstrijd. Maar ik ben met je eens. Er moet een reden zijn waarom we ons spel niet konden spelen. De kansen die we hebben gekregen zijn allemaal van de zijkant gekomen. En dat waren onze gevaarlijkste mensen. Kijk, ik weet dat je de vraag zou stellen. Als ik Donnegie erin zou brengen, terwijl Konvalis goed bezig is. Waarom haal je Konvalis eruit? Ik kon Konvalis niet eruit halen, want dat was super gevaarlijk. En datzelfde geldt voor Kroni. Kroni was heel gevaarlijk aan die flank. En je hebt gezien, Donnicky viel in tegen uit. En heeft geen goede beurt gemaakt uit, toen hij inviel. Als ik dan kijk naar het spel van de buitenspelers. Zij waren denk ik onze beste spelers. En als ze een beetje finesse hadden bij het afwerken. Hadden zij de wedstrijd kunnen beslissen. We hebben die kans hebben we geteld. En je ziet toch dat
ja, dat die buitenspelers meer aangespeeld moesten worden, zodat ze die actie kunnen maken naar de goal toe. En die zijn wel gebeurd, maar zonder een doelpunt. We hadden altijd een vrije man op middenveld. En als die vrije man op middenveld niet doet wat hij moet doen, je ziet ook dat de spelers die gewisseld zijn, zijn de middenvelders. Alle drie. Die hebben in principe onder hun maat gespeeld. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ze zijn alle drie goede voetballers. En alle drie hebben ondermaats gepresteerd. En dat kan gebeuren. Ja, we kunnen allemaal slechte wedstrijd hebben. Maar op dit moment waren het de drie die het spel moesten maken op het middenveld. Zij speelden 4-4-2. Twee centrale middenvelders, wij drie. Nou, die derde centrale middenvelder moet het verschil maken. En diegene die op het middenveld staan, moesten daar verschil maken. Maar hebben ze niet gedaan. En dat is gewoon sneu. De ballen zitten laten komen. Nou, wat ik wilde is, net als in de uitwedstrijd, ik wilde dus echt van de flanken onze kracht gebruiken, zodat we hem in het spel kunnen brengen. En we hebben het weer gedaan. Hij heeft een kans gehad om die bal erin te prikken. Ja? En als hij hem dan niet erin schiet, het is 1-1 met de keeper. Ja, ik moet me heel erg zorgen gaan maken als we die kansen niet eens creëren. Als we die kansen niet eens maken. Maar omdat je die kansen krijgt, ja, wat moet je zeggen, die moeten erin. Waar zijn we? Ik ben ook niet van plan om het te veranderen. Onze kracht is dat we goed kunnen voetballen. En we kunnen heel goed voetballen, hebben we laten zien. Ook al trainen. Maar ja, dan moet je het ook in de wedstrijd laten zien. En als je dan op de wedstrijd dat niet doet, dan hebben we problemen. Nou, we hebben het natuurlijk wel over gehad. De twee beste spelers waren de nummer 9 en die nummer 10. Nou, die nummer 10 speelde niet. Die kwam op het laatst pas in. Dat is hun star. Hun beste speler, die nummer 10. Maar die 9 is inderdaad hun gevaarlijkste in de beide wedstrijden. Dus we hebben wel gezegd natuurlijk, ja, daar moeten we opletten. Maar als je dus gaat kijken naar de kansen die hij heeft gecreëerd en die wij hebben gecreëerd, dus de verhouding is anders. Maar ja, zij scoren. We gaan hetzelfde doen wat we altijd hebben gedaan, vanaf het begin. We zijn een pad ingeslagen waar we een bepaalde soort spel willen spelen. En dat is verzorgd voetbal, van achteruit, via het middenveld, naar de flanken en het doorkomen. Daar gaan we niet van afstappen. We gaan niet in één keer counterploeg worden met ballen naar voren trappen en anders. Want daar zijn we weliswaar niet goed genoeg voor. Dus om je vraag terug te komen, wat gaan we doen? We gaan weer met elkaar zitten. We gaan de wedstrijd analyseren. We gaan kijken waar we kunnen verbeteren. En we moeten werken toch aan hoe kunnen we die jongens onder druk toch laten presteren. Ja, maar we hebben nog twee wedstrijden te gaan. En als je 6 punten haalt in die twee wedstrijden, dan ben je er ook. We moeten niet vergeten, mensen. Zo dramatisch is het ook weer niet. Nicaragua, 8 punten. Suriname staat tweede plaats. Nee, 7. We hebben 7. Sint-Vincent, 8. Wij staan de tweede plaats met 7 punten. Ja, dan, dan Nicaragua. Ja. 7 punten. Ja. Dus het is spannend. Heel spannend. Ja, onderling resultaat. Ja. En het is toch een voordeel geweest, die 6 doelpunten dat we hebben gemaakt hier thuis tegen Nicaragua. Een bepaalde druk, zou ik niet zeggen. Maar het doet je wel wat als je kijkt naar de manier waarop er tegendoelpunten gescoord worden. Maar het is zaak dat wij ons weer terugtrekken samen met de technische staf. En de verbeterpunten dat we daarop gaan werken, zodat we als ploeg ook kunnen groeien.